We zitten hier vandaag in mijn studio. This is where the magic happens. Ik speel muziek sinds mijn zesde. Toen zat ik op pianoles, want dat hoorde bij de opvoeding. Toen heb ik nog een tijdje gedrumd. En toen op mijn vijftiende heb ik mijn eerste elektrische gitaar gekocht. Vanaf dat moment vrij weinig meer naar school gegaan en elke dag thuis de hele dag zitten pielen en oefenen. Dus eigenlijk zijn er zoveel momenten vanaf mijn zesde, vanaf mijn vijftiende, vanaf mijn achttiende. En eigenlijk vanaf elke dag nog begin ik met muziek maken. Ik kon het niet laten om ze aan te doen voor vandaag. Omdat het mijn lucky shoes zijn en ze mij hopelijk naar de volgende aflevering gaan tillen.